dus het gaat heel koud worden vandaag. En dat is ons uitje vandaag. En we halen het er vaak. Want als we aankomen lopen, vraagt ze alleen maar hoeveel. Oh mijn god. En hij moet van hier naar daar voor nu. Echt. Sportscholen misschien wel dicht, maar ik heb maar mijn sportje gehad. Goedemorgen, het is vrijdag. Laatste dag schoolwerk als het goed is. Als het vandaag afkomt, zijn we er vanaf. Ik heb een pakket binnengekregen, maar dat is niet goed. Dus daar ga ik even een retourpakket van maken. En Marco gaat hier waarschijnlijk klussen vanmiddag. Even wachten, mop. En dan kan ik gelijk met Sarah de deur uit om dat weg te brengen. Want de verwarming gaat hier ook af. Omdat hij erbij moet. Dus het gaat heel koud worden vandaag. Oké, weer een beetje change of plans. Marco werkt tot later vandaag. Dus het klussen hier wordt morgen. En vanavond bespreken we even de laatste of wat. Alleen ik had al met met mijn moeder afgesproken dat we daar overdag heen zouden gaan. In verband met de verwarming. Ja, daarom hebben we dat ook precies. We hebben het dan gepland. Slim, hè? Ja. Dus ja, we moeten gewoon even kijken hoe alles dan uitkomt. Nu even een ontbijtje maken. Ik heb al een paar dagen geen geroosterd brood meer op. Maar ik heb er nu wel echt heel erg trek in. Deze heeft ook echt een stand dat je je brood erover verroren in kan doen. Ik weet nog vroeger dat ik een broodrooster had van niet. En dan lukte je brood elke keer niet echt. Maar deze doet dat dus wel top. Ik ben eindelijk aangekleed. Ik heb gedoucht. Ik heb mijn haar trouwens niet gedaan. Maar dat doe ik wel vaker niet. Ik heb trouwens deze trui aan van Warehouse, Levi's, Small High Skinny Jeans. Ik doe ze deze laarsjes aan, die zwart lijken maar bordeaux rood zijn. Van Tommy Hilfiger. En ik ga deze tas erbij doen. Van Michael Kors. Alleen heb ik in die andere Michael Kors en in deze klein heb ik spullen zitten die over moeten. En Sarah die is nog even wat schoolwerk bovenaan het doen. Op de tablet, dus ik maak hem vast klaar en als zij dan klaar is, dan kunnen we zo ook echt gaan. Maar ik denk laten we dat maar even boven eerst afmaken. Pasjes die ik nodig heb. Kijken, oh, die ene heeft echt een pasjesvak en deze niet, dat is weer jammer. Dat komt allemaal goed. Ik heb trouwens wel echt honger, ik ga ook nog even wat eten, maar ik heb niet echt zin om uitgebreid wat te maken. Dus ik denk dat ik gewoon even snel een paar mannen eentjes eet of zo. Of dat ik niet echt. Maar dan heb ik wel even snel wat gegeten. En dan kunnen we zo meteen, als zij daarmee klaar is, kunnen we ook gewoon gelijk gaan. We zitten weer in de auto. Eventjes eruit. We gaan het pakketje wegbrengen wat vanochtend verkeerd is gekomen. En even een paar snelle boodschapjes halen bij de inbouw. En dan weer naar huis. En dat is ons uitje vandaag. Morgen gelukkig wel even wat leuks gepland staan. En het is wel lekker nu. Vanmiddag regende het de hele tijd. In ieder geval begin van de middag. En nu is het heerlijk droog. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb deze jas trouwens weer aan. Ik vind hem zo fijn. Maar hij is echt warm. En zo koud is het niet vandaag. Dus als het zonnetje nu ook nog gaat schijnen, dan zweet ik uit mijn jas, denk ik. Zo, boodschapjes zijn binnen. En wat hebben we? Pamfleet. Zullen we maar helemaal open, schat? Dat is niet zo handig in de auto. Je kan het er gewoon uitpakken. Bij eentje vast. Oh, zo lekker dit. Mm. Dit is zo de beste pamfleet ever. Ze zijn zo klein. En echt zo lekker. En we halen het er vaak. Want als we aankomen lopen, vraagt ze alleen maar hoeveel. Meer niet. Ik ben aan het koken, maar ik moest de ui hebben. Maar ik heb er nog twee. Maar echt, kijk hoe gigantisch deze uien zijn. Dit is echt niet normaal. Als ik een vuist maak, is ze gewoon kleiner dan die hele ui. Kijk hoe groot. Echt te bizar.
Mag ik dus het is geen klein uitje. Deze zou ik dan doen, want die is veel groter dan die. Ja, deze is boller, maar die andere is zwaarder hoor. Het is echt niet normaal. Dus ik ga maar heel die hand snijden. Want het gaat echt nergens over dit. Jeetje, wat een dag. Maar hij zit er voor een groot gedeelte op. Zij heeft school nog niet helemaal af, dus dat ligt nu op tafel nog klaar voor morgen. De woonkamer op de een of andere manier, terwijl ik vanochtend helemaal heb opgeruimd, was helemaal ontploft. Heb ik weer enigszins aan kant nu. Sarah ligt op bed nu, Marcus ligt in bad. Dus ik ga even vast editen. Dan heb ik dat in ieder geval vast gedaan. Tegenzet ook ondertussen voor mezelf. En de picknick komt zo. We hebben natuurlijk vandaag bij de Jumbo wat dingetjes gehaald. Maar dat waren de dingetjes die de picknick niet heeft. En dat doen we één keer in de 2-3 weken of zo, halen we wat bij. En Sarah die is altijd heel erg bevriend met iedereen daar. Dus soms als ze daar in de buurt zijn, lopen ze nog wel even naar binnen om een praatje te maken. Echt te grappig. Maar vandaag hadden we dus even een paar kleine dingetjes nodig. En dan komen zo de grote boodschappen. We hebben echt zoveel boodschappen binnengekregen. Het is echt niet normaal. Kijk of het allemaal in de kast past. Gaat hier morgen klus worden. Dus ik had gezegd, ik verplaats die plant wel vast even nog voor ik naar bed ga. Maar echt, deze pot is zo zwaar. Die krijgt hem echt niet van de grond. Dus, oh mijn god. En hij moet van hier naar daar voor nu. Echt. Hoe ik dat ga doen. Een klein stukje. En dan is het echt een hele grote kamer. Oh, misschien kan ik er wel helemaal draaien. Hij is echt zwaar. Ja, dit gaat ook niet, want dan draait hij meer rondjes. Af en toe denk ik, waarom heb ik dit nou weer gezegd? Maar dit ding weegt geloof ik 50, 60 kilo of zo. In ieder geval zo voelt het. Het is echt niet leuk. En die bladeren helpen natuurlijk ook niet mee. Omdat ik zeg, vanaf deze kant kan ik er enigszins bij. Oh mijn god. Het heeft even geduurd. Maar het is me gelukt. Hij staat er voor nu. Sportscholen misschien wel dicht. Maar ik heb maar mijn sportje gehad. Echt. Maar goed, ik heb nog even een theetje gezet. En daarna ga ik denk wel naar boven. Ik ben alles aan het uitzetten. Want ik ga lekker naar mijn bedje toe. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.